Dit is weer mijn nieuwe video. Het is eigenlijk een vrij relaxed weekje. Rustig aangedaan. Er is hier wel dus een gasexplosie geweest. Ik weet niet of jullie daar iets van mee hebben gekregen. Ik kreeg een filmpje van Dave door. Die zat in de auto met allemaal rook en zei er is vuur. En het is overal op het nieuws geweest over de hele wereld. Een gasexplosie op een boot. Best wel heftig en het is hier echt heel... kort vandaan, zeg maar, aan het einde waar ik altijd wandel bij het water. Wat moet jij? Hij is eventjes mijn video aan het verstoren. Wat moet jij? Wil je meedoen? Voor de rest ben ik dus begonnen met sporten. Gaan we een nieuw restaurantje ontdekken. En gewoon eigenlijk de dagelijkse dingen in Ulsan. Met de kleine spruit. Die ik dus nu even ga pakken. Dus veel kijkplezier. Kom met mama mee. Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Ga lekker wandelen maken. Ja. Goedemorgen. Ik had dus vanochtend de schrik van mijn leven. Er ging ineens een keihard luchtalarm af in het appartement. Met een Koreaanse dame die er keihard doorheen aan het schreeuwen was. En ik had natuurlijk geen idee wat ze aan het zeggen was. Dus ik lag gewoon in mijn onderbroek, relaxed op de bank. En Rio zat voor de tv. En toen heb ik met een noodgang mijn joggingpak aangetrokken. En Rio in de wagen gestopt, gepakt wat ik pakken kon, zeg maar. En dus een flesje, luiertje ingegooid. En naar buiten gerend, gezorgd dat ik mijn paspoort had. Ik weet niet waarom ik dat dacht, want ik had natuurlijk niet weggegaan of zo. Maar... ik weet niet wat ik dacht, maar het was een beetje een paniekmomentje. Dus ik ren naar de gang toe. Ik gooi nog mijn draagzak onderin. Voor het geval de lift het niet zou doen en er brand was of zo. Dus ja, want stel je voor. Er is brand en je zit op de 46e verdieping. Hoe moet ik dat doen? Dat is echt een lange trip naar beneden natuurlijk. Dus daarom mijn draagzak. Anyway, ik stond dus helemaal gepakt en gezakt. Helemaal verstrooid op de gang. En er stonden drie Koreaanse mannen. En die zeiden... fire testen. Dus het was een brand of niet. En ik zeg... oh. So nothing happened? Toen zei hij... no, no. Ik zeg... oké. Yes, oké. En toen begonnen ze een beetje te lachen, want ze zagen natuurlijk de paniek in mijn ogen en dat ik daar helemaal verwilderd op de gang stond. Dat dus, ik zag het alweer gebeuren, want Dave is vanochtend vertrokken. Want hij heeft morgen een wedstrijd, een uitwedstrijd, een stuk hier vandaan. En de laatste keer dat dat gebeurde, want Dave gaat voor het eerst weer spelen waarschijnlijk. De laatste keer dat dat gebeurde, lag ik dus in het ziekenhuis en zat Dave een paar uur verderop met niemand in de buurt. Dus ik dacht al... gaat nu toch niet weer gebeuren dat ik straks hier in een of andere schuilkelder zit of dat het hele appartement afvikt. Dat zal ik wel weer hebben. Maar gelukkig, er was dus niks aan de hand. Het was een oefening. Dus ik ben eventjes naar de stad toe gelopen. Dat is ook zo'n uurtje wandelen. Ik was nog wel bang dat ik er te koud in zou zitten, want het is hier afgekoeld. Maar het is nu echt bloedverziekend heet. Ik ga gewoon eventjes een beetje in winkeltjes kijken. Een klein boodschapje doen. En gewoon even eruit. Want als Dave er niet is, heb ik natuurlijk helemaal niks om voor thuis te zitten. Ik vind het altijd een beetje rot als hij weg is. Omdat er niemand echt in de buurt zit. Het Australische vrouwtje, de vrouw van Jason, die zit hier sinds een maandje. Zijn vrouw is hier dus nu ook. Dus ik zit te denken om die... een bericht te sturen. Die heeft zelf twee kindjes. Volgens mij is het een hartstikke leuk vrouwtje. Dus ik weet niet of ze reageert als ik iets op Instagram stuur. Maar dat als ze vragen heeft of whatever, dat ze mij even een berichtje kan sturen. Of natuurlijk gewoon voor de gezelligheid. Goed, ik ken haar natuurlijk helemaal niet. Maar ja, je bent hier best op elkaar aangewezen. En ik denk dat zij verder ook niemand heeft. Dus who knows. En wordt het hier nog hartstikke... gezellig in Ulsan. Mia is natuurlijk weg. Die komt ook hoogstwaarschijnlijk niet meer terug. Dus dat vind ik wel heel erg jammer. En ik heb nog Annelies, de Braziliaanse dame.
Maar die heeft natuurlijk ook twee kindjes en die woont met haar beste vriendin, wat haar nanny dan is, een stukje hier ver vandaan. Zo spreek je ook niet zo snel mee af. Maar dat is natuurlijk wel gezellig met de wedstrijd. En fijn dat ik gewoon iemand tenminste heb om op terug te vallen. Zoals in het geval toen ik Rio moest afgeven aan een wildvreemde. Ik zit dus nu bij Madame. In Oezon, wat ik dus heb kunnen vinden. Dus eigenlijk mijn favoriete tentje. En ik heb hier een salade met kip besteld. Ook echt de enige salade die ik hier in de buurt ken. En ik kreeg een bericht van Dave dat hij dus toch niet meegaat. Meteen met het team. Dus dat hij vanavond gewoon thuis slaapt. Vind ik heel gezellig. Ik weet niet of hij hier naartoe komt. Of dat ik zo rustig naar huis ga wandelen. Nou, mijn lieve schat is ook gearriveerd. En die heeft dus een cheesecake besteld. Maar hij krijgt dus echt... Het lijkt op gewoon op een homp kaas. Ijs, denk ik. Doe eens. Kaasijs. Lekker? Niet echt. Slecht. Niet slecht? Oh, gelukkig. Het smaakt gewoon naar cheesecake. Niet echt. Geen aanhoudertje. Oh. Nou, dat is toch lief. Nou, we zitten dus weer lekker bij de Japaner. Voor de verandering. Nou, het is wel lekker, alleen alles komt echt op zijn neus uit. We kunnen gewoon niet kiezen waar we gaan eten. En ik heb gisteren dus al gekookt. Vrijdag ga ik weer koken. Ik heb gezegd, ik ga nu 2 dagen in de week koken. Oké. Dave en ik doen al sinds... Dit wordt de 13e dag. Doen we oefeningen gewoon in de huiskamer voordat we gaan slapen. En we wachten altijd net zo lang totdat we daar geen zin meer hebben. Dus vlak voor bed. Het is nu 11:55. En ik heb er echt geen zin in. In het begin deden we er dus een beetje lacherig over. En nu begint zelfs David zwart te vinden. Toch, schat? Pittig, ja. Ja, pittig is het. Nou. Dit is nog allemaal een beetje slap, dus dat moet strak worden. Oké, let's go. Wij zijn echt heel goed bezig. Wel een gentleman, schat, dat jij gewoon op de ruwe mat van Ikea gaat en ik lekker op de yogamat. Wat wij zeggen, moe? Ik wil niks zeggen, dat ik heel erg moe ben. We moeten nog even hoor, schat. We zijn net begonnen. Dit is een dubbele sessie van mij vandaag, schat. Dat is waar. Maar ik heb een uur gewandeld. Oké. We gaan dus nu, ik pak mijn stopwatch, 50 seconden planken. En om een plankie te worden. Ik wil geen plankvrouw. Ja. Go! Even zeggen wat we vandaag hebben gedaan. We hebben dag 13, 60 sit-ups, 75 crunches, 40 leg raises, 50 seconden planken. Dat zijn dan de buikspieroefeningen. Dan hebben we armen gedaan, 15 arm circles, 15 arm raises, 15 single chest, 11 half cobra, 5 up and downs. Ik heb niet alles laten zien, want dat wordt een beetje saai voor jullie. Tenzij jullie het wel leuk vinden, doe ik dat volgende keer. Dan heb ik
vandaag. En Dave natuurlijk ook 10 squats, 10 pointed butt lifts, 10 fire hydrants, 10 heel kicks en 5 bridges. Dat is voor de billen. En ik heb 5 minuten gestretched. Ik merk gewoon dat het nog niet helemaal klopt daar beneden. Dat ik gewoon heel stijf ben in mijn... Hoe zeg je dat, schatje? Lise? Mm-hmm. Nou, Lise. Wat? Lise, ja. Ja, Lise. Daar ben ik echt heel stijf in. Dus ik moet echt goed stretchen. Ik heb vroeger altijd gedanst en toen was het allemaal heel makkelijk voor mij. En ik schrik er echt best wel van hoe erg dat dus achteruit is gegaan. We hebben het erop zitten voor vandaag. Goed bezig, schat. Ik heb een pizza gehaald. Het is een beetje donker hier, maar goed. Vanavond is er voetbal. Dave is natuurlijk niet meegegaan gisteren, helaas. Dus gaan we voetbal op de bank kijken. Voor mij wel gezelliger als alleen. En Dave heeft pizza gehaald voor ons. Ik krijg hier een soort van halve striptease. Dus die gaan we even lekker opeten. Het is niet een pizza zoals bij ons, maar hij is best oké. Best oké. En gaan we even lekker tv kijken. TV-avondje. Ja. Et voilà. Niet geen vragen, gek. Hij ligt er alleen naar. Nee, dat mag niet. Netjes zelfs. We gaan naar Ulsan. Honden kijken. Ja, Rio. Ja. Ik heb dus net even boodschappen gedaan met kleine Rio. Weer onze aardige tippel, zeg maar. En ik ga vandaag weer koken. Ik heb de smaak te pakken. Ik heb hem net een flesje gegeven. En toen gebeurde dus dit. Wat is dat nou? Mama, even schoon pakje doen, hè? Ja, jij vindt dat wel grappig. En wat ook niet zo grappig is, is dus dit. Ik zit echt helemaal onder. Ik weet niet of je het kan zien. Echt niet normaal. Niet oké. Wil je even naar jezelf kijken zo? Hoe vervelend je aan het doen bent? Ja, Rio, niet lief. Nou, zoals jullie zien ben ik dus weer in mijn uppie. Of tenminste, niet in mijn uppie, natuurlijk altijd in Rio. Maar naar de stad gelopen. Waarom? Nou, gewoon puur omdat ik in beweging wil blijven. En omdat ik toch niet zoveel te doen had. Dave is trainen. Die moet misschien dus vanavond met het team mee. Omdat ze morgen een wedstrijd hebben. Of hij moet dus nog steeds thuis blijven. Wow. Drempel. Wat ga ik hier doen? Nou, niet zo bijzonder veel. Ik wil hier even in de supermarkt in de Hyundai department. Daar bestaan weer net andere dingen als bij de HomePlus. Dus zo probeer ik overal een beetje dingen vandaan te graaien. En ik wil dus eventjes naar de H&M. Die hebben ze hier ook. Ik weet niet of ik jullie die wel eens eerder heb laten zien dat ik dat verteld. Maar ze hebben dus gewoon een Zara en H&M. Niet een hele uitgebreide. Maar waarom ik er even heen wil is voor Rio, want ze hebben zo'n kinderafdeling. En het rare is, je kan hier dus bijna nergens kleding kopen voor een baby. Omdat de baby's binnen moeten blijven 100 dagen en eerst al 20 dagen in het ziekenhuis met de moeder blijven. Verkopen ze hier dus bijna alleen maar kleding vanaf 1 jaar. Ik weet niet wat ze in die tussentijd dan aankrijgen. Dat ze het online bestellen. Ik heb het dus wel eens geprobeerd te vragen aan Koreaanse spelersvrouw van waar kopen jullie kinderkleding? En volgens mij doen ze dat allemaal online. Dat kan ik natuurlijk ook doen. Alleen dan moet het uit het buitenland komen, dus niet uit Korea. Omdat ik Koreaans natuurlijk niet kan lezen op de internetsite. Dat wordt lastig. Dus, en dan duurt het weer heel lang voordat het hier is. En ik vind het ook gewoon natuurlijk wel eens leuk om gewoon wat kopen. Maar dat is dus bijna allemaal vanaf 1 jaar. Heel zelden vanaf 9 maanden of 6 maanden. Maar in het begin had ik echt best wel een beetje een probleem. Maar de H&M heeft het dus wel. En ik heb gewoon eventjes wat rompeltjes met lange mouwen. Omdat het hier natuurlijk ook wat minder weer begint te worden. En ik bijna alleen maar met korte mouwen heb. En dat hij gewoon bijna overal is uitgevoerd. Het gaat nu echt super hard. Ik zal hem van de week eens wegen. Ik weet niet wat hij nu weegt. De laatste keer woog hij 6 kilo, maar dat zal nu wel meer zijn. Ik
Goedemorgen. Nou, Rie en ik zijn voor het eerst sinds 3,5 maand weer met z'n tweetjes. Toen ik in het ziekenhuis belandde was de laatste keer. Want Dave zit weer bij de selectie, dus dat is echt super fijn. Hij zal nog niet echt gaan spelen deze wedstrijd, maar misschien wel invallen, dat zou kunnen. We zijn niet wezen kijken, hij is gisteravond vertrokken. En dan gaan ze altijd een dag van tevoren in een hotel. Het is nu de volgende ochtend en Rio heeft heel weinig geslapen. Waardoor ik dus automatisch natuurlijk ook weinig heb geslapen. En het was wel even wennen zo met z'n tweetjes. Ik kan nu echt niet even zeggen van hou me even vast. Of ik ga even fles maken. Entertain jij hem even. Of bijvoorbeeld met douchen en dat soort dingen. Ik vind dat gewoon niet prettig. Om dat te doen als hij bijvoorbeeld slaapt. Want straks hoor ik hem niet als hij gaat huilen. Of, dus ik heb alles binnen handbereik. En het is hier een beetje een chaos. Maar voor de rest gaat het eigenlijk hartstikke goed. Alleen hij is sinds 2 dagjes een beetje aan het overgeven. En ik weet niet zo goed wat ik eraan moet doen. Hij heeft nu de laatste fles wel binnengehouden. Dus ik hoop dat het blijft. Verder niet heel veel... Bijzonders eigenlijk, ik was net al jullie berichtjes aan het lezen van wat jullie nou precies leuk vinden. Om te zien in mijn nieuwe video. Nou, hier wel even de aandacht, want mama kletst weer veel te veel. En we zitten ondertussen de wedstrijd te kijken. Wat is er, schat? Dit is een van de rompertjes die ik gisteren bij de H&M heb gekocht. En deze broekje zit er een soort van vlies in. En ik moet eerlijk zeggen, die sokjes van de H&M, dat zijn de beste sokjes die ik heb. Ik heb van verschillende merken sokjes gehad, ook echt van wat duurdere. Maar die worden allemaal lelijk, maar dit zijn echt hele lekkere, dikke sokjes. En ik vind ze ook schattig, je moet er wel van houden. Maar ze hebben ook gewoon lichtblauw en streepjes, sterretjes, wit, alle kleuren eigenlijk. En ik ga dus deze week... Mijn gezicht filmen, hoe blij ik daarmee ben. Mag ik hem dus hapjes gaan geven. En daar kijk ik echt heel erg naar uit. Ik vind het echt zo schattig. Als een baby dan iets proeft wat hij dus wel heel lekker vindt. Of niet lekker vindt. Dus daar kijk ik echt heel erg naar uit. Ik denk dat ik ga beginnen met banaan of zo. Of aardbei. En dat gewoon goed prakken. Ik wil misschien vandaag eventjes dus naar de Home Plus al. Om alvast wat dingetjes in huis te halen. Om... Dus fruithapjes of groenthapjes te halen. Alleen het weer ziet er een beetje bedenkelijk uit. Dus ik heb geen zin dat ik net een half uur onderweg ben dat ik een plantspuit op mijn koppie krijg. Dus dat wacht ik nog eventjes af. En ik weet niet hoe laat Dave thuis is, dus of hij thuis eet. Nou, net aan jullie, al jullie vragen te zien. Vinden sommigen het leuk om een Q&A te zien. Die zijn gek op Q&A's. Om meer van Olsan te gaan zien. En om dus wat meer van wat ik eet en beweging. En receptjes. Dus ik ga nog even kijken of ik dus dan meer video's ga maken. Of dat ik het gewoon in de weekvlog prop. Ik ben blij dat jullie het allemaal nog steeds heel leuk vinden. Ik vind het ook super leuk om alles met jullie te delen. Ik probeer het allemaal zo echt en mogelijk te laten zien van hoe het gewoon is. Ik ga even verder met de wedstrijd kijken. Dan zegt Dave dat ik weer niet op heb gelet. Of straks valt hij in en dan heb ik het weer niet gezien. Heb ik dus echt wel eens gehad dat hij had gescoord. En dat ik echt dacht, oh my god, ik heb het niet gezien. Yay, Olsan die heeft gewonnen. Dave is niet ingevallen helaas, dus dat is wel minder. Maar goed... We hebben dus 3 punten. Ik heb net een wijntje opengetrokken. Want ik heb in de Home Plus voor het eerst een flesje van die lichte rosé gevonden. En dat verkopen ze hier normaal helemaal niet. En het is wel heel moeilijk om een goede fles wijn te vinden. En over het algemeen hebben ze hier alleen maar saké en allemaal andere drankjes. Hele sterke drankjes, wat ik dus niet zo lekker vind. Maar deze is dus echt prima. Ik zit baby tv te kijken. Of eigenlijk Rio. Nou vind ik dus niet zo afschuwelijk als baby tv. Omdat ik het gewoon zelf natuurlijk niet leuk om te kijken vind. Het is ook voor baby's, dat weet ik. Maar ik zet liever gewoon een Disney film op. En dat vindt hij ook leuk. En ik zet eigenlijk alleen maar dingen op wie ik vroeger zelf keek.
Assepoester, Kleine Zeemermin. Maar allemaal best wel meisjesachtige dingen. Alleen Aladdin is nog wel dat je denkt van... En de Leeuwkoning. Voor de rest... ik heb zelfs My Little Pony steeds opgezet. Omdat ik denk, wij hebben bijna alleen maar meiden in de familie. Dat ik gewoon niet weet wat je voor een jongen opzet. En ik moet eerlijk zeggen, hij weet het toch nog niet echt. En zo vind ik het ook nog best oké. Maar mochten jullie leuke tips hebben, zoals... Ik weet dat kinderen van tegenwoordig Pumba en dat soort dingen kijken. Als je dat uit zichzelf wil kijken, mag je dat natuurlijk gaan kijken. Alleen zelf ben ik er gewoon niet zo dol op. We zijn een stuk, want we zijn iets nieuws gaan proberen. En het is dus zeg maar dat je eet wat God schat. Je kan niet zelf bestellen. En je kan zelf minkpannen en rijst. Ik weet niet wat allemaal. Maar ik heb dus geen idee wat voor vlees dit is. Ik weet het ook niet. Wat is dit voor vlees? Wat wil je, schat? We zijn er dus achter dat het varken is en daar ben ik niet heel dol op en ik vind dat vettige er ook niet zo lekker uitzien. Maar ze knippen hier dus alles in kleine stukjes en misschien is het dan wel oké. Het duurde heel lang voordat we erachter kwamen wat voor vlees het was en ze hebben dus alleen maar varken. We hebben alleen maar plaatjes opgezocht van een koe en dat soort dingen. Uiteindelijk zijn die dus voor. Ik ga wel helemaal stuk om de keuze van de prullenbakjes. Hey. Nou, ik vond het niet een heel groot succes, maar jij vond het wel lekker, schat. Ja, prima. Nou, ik hou gewoon niet zo van varkensvlees. Ik vind het dan. Ik moest ook in het heel dun. En doorgebakken, dan vind ik het wel oké. Maar nee. Wat heeft mama een mooi kleed voor jou gekocht? Met een lekker kussentje? Dat is mooi. Nou, dat was het alweer voor deze week. Ik heb al jullie comments gelezen onder mijn vorige video. Met wat jullie nou precies willen zien. Het is best wel gevarieerd. Daarom ga ik nog 2 video's extra maken in de week. En ik hoop dat jullie dat leuk vinden. Eén wat kortere en één wat langere. Dus houd het goed in de gaten. Het heeft met sport en voeding te maken. En één algemene waar ik dus dingen ga behandelen. Zoals de beauty hier. Zelf-beauty routines. Misschien Q&A's. Dus houd het goed in de gaten. Vind je het leuk, schat? Tot de volgende keer. En vergeet niet te liken en te abonneren. Doeg!